Zojuist geland en bruin gebrand, rechtstreeks vanuit een zonnig Spanje. Deze blonde god met de stem van een engel speelde al vele zalen plat en doet menig vrouwenhart sneller slaan. Hier komt hij aan. Geef hem een daverend applaus. De enige, echte Danny Panadero! Oh! Ik kijk even op het Facebook. Jongen, zoveel mensen die alweer ingeschakeld zijn. Ongelooflijk. Mensen, wat een feestje. Het is stralend weer in Nederland, heb ik begrepen. Het is wel koud. Het is koud, maar ja, goed. Hier in Tourmaline zit het bloed heet, maar je mag er niet uit. Dus dat is ook wel vervelend natuurlijk. Maar er zijn ook goede berichten en er zijn weinig vliegverkeer. Het ligt allemaal stil, dus de ozonlaag is nu nog dunner geworden, geloof ik, of zo. Ik weet het allemaal niet. Dus qua kleuring gaat het natuurlijk hartstikke goed. Ik hoef maar even naar buiten op mijn terras te zitten. En na een kwartiertje, dan zit het kleurtje er weer helemaal perfect op. Mensen, hoe gaat het met jullie? Ja. Nou, dat is hartstikke fijn dat het goed gaat met jullie. Ja, we hebben natuurlijk weer bericht gekregen van onze regering. Van onze schaduwkabinet met onze minister-president Jaap van Dissel. En niet te vergeten, Jaapie van Dissel. Diederik Gommers natuurlijk niet te vergeten. We hebben natuurlijk Martin Verijn en Marion Koopmans natuurlijk. En niet te vergeten, de meneer Faike Siebesma. Faike Siebesma. Helemaal uit Voorthuizen. Faike Siebesma. Hartstikke leuk. Dus we hebben natuurlijk, ons kabinet heeft ons verteld dat we er nog wel even een tijdje mee bezig zijn. Dat het na 28 april dat we zelf moeten bedenken hoe we de 1,5 meter economie een beetje smoel moeten geven. Dus ik zou zeggen, bedenk eens wat. We moeten er met z'n allen wat voor maken. Hè? En onze persvoorlichter meneer Rutte die heeft natuurlijk gezegd dat wat hem betreft kon het nog wel eens wat langer duren dan. Ja, nou, dat is dan zo met die corona. Dat is niet anders. We moeten er allemaal mee doen, mensen. We hebben het nu eenmaal. We hebben het natuurlijk niet zelf in de hand. Maar we moeten op zoek naar de mensen die het wel zeker weten. Want er zijn nu heel veel mensen die weten het niet zeker. Hè? We weten bijvoorbeeld niet zeker of het hierdoor komt, of dat het daardoor komt, of dat het dat is, of zou je nou wel of niet. Mensen, we moeten het zo meteen maar wel gaan zien. We weten het niet. We gaan eerst even een gezellig liedje gaan doen. We gaan eerst even lekker een liedje doen. Mensen, want ik denk iedereen zoiets hebt van, ja jongens, ik ben er nou wel een beetje klaar mee. Ik ben er helemaal klaar mee. Fuck you, het is echt waar. Ik zit nou binnen. Ik ken geen kant op. Ik heb geen werk meer. Het is allemaal ellende. Ik wil de kroeg in. Ik heb huidhonger. Ja, er zijn ook mensen die hebben huidhonger. Ja, dat kent u niet. Huidhonger. Het zijn al die singles, die mensen die geen kant meer op kunnen. Tinder is afgesloten, niks doet het meer, niemand wil meer met elkaar te maken hebben. Dus er zijn mensen die krijgen huidhonger. Die willen gewoon iemand aanraken. Nou, dat snap ik wel, ik begrijp dat heel goed. Maar mensen, voor die mensen, het is niet anders, maar we kunnen er wel over zingen. Want ik zou zeggen, ik heb een hit, omdat er fuck you is! Ik ben al jaren bezig.
succes. Van al mijn 1000 singeltjes verkocht ik er maar 6. Geen liedjes over liefde meer, geen liedjes over pijn. Nee, als je echt wil scoren, moet het nu 2 woordjes zijn. Ik heb een hit, omdat er fucking you is in. Fucking you is in. Fucking you is in. Ik heb een hit, omdat er fucking you is in. WK-hits, rock'n'roll. Ik heb zelfs nog lopen rappen en niets was mij te goal. Maar wil je hoog gaan komen in de hitparade, dan zijn het maar 2 woordjes. Ja, het is maar dat je weet. Ik heb een hit, omdat er fucking you is in. Fucking you is in. Fucking you is in. Ik heb een hit, omdat er fucking you is in. Uiteindelijk allemaal aan toe. De leukste liedjes gaan toch over fuck en over you. Ik hou van jou, ik blijf je trouw, dat is het toch net niet. Nu is alleen het wachten op fuck you van K3. Ik heb een hit, omdat er fuck you is in. Fuck you is in. Fuck you is in. Ik heb een hit, omdat er fuck you is in. We zijn weer wakker hoor. Handjes! Goed zo, wassen! Ja, goed zo. Gauw even naar die kraan en snel weer terug. Lieve mensen, ik heb begrepen dat er overal in huiskamers in Nederland mensen zijn die hun telefoon, alles hebben doorgeplugd naar hun breedste beeldscherm in de kamer. Soms met beamers erbij, dus mensen hebben thuis hun eigen feestje. En we gaan hier natuurlijk ook een feestje vieren, want we hebben een leuke verrassing. We hebben zometeen gaan we live schakelen van Tormolino's helemaal naar Nederland. En dan hebben we een interview. En degene die we gaan interviewen, die gaan we dus ook, gaat ook een paar liedjes doen. Het is Kitty Goemaert. Het is een cabaret, iemand die grappen maakt. En die gaat dus, die doet ook mee. En nou, daar gaan we zometeen meer over vertellen. Lieve mensen, ja, we hebben het natuurlijk over de virologen gehad natuurlijk. Hè. Dat is misschien wel leuk om te vertellen, want ik heb me daar wat in verdiept. En ik dacht van, hoe zit het nou met die virologen? De Marion Koopmans, en dan heb je die Ab Oosterhuis. Nou, die zit dan weer, ja, die mag dan weer niet bij dat outbreak-team, want die heeft vroeger wat dingetjes gedaan, dat had dan weer niet gemogen. En, maar goed, dat is ook een viroloog. Maar is het jullie ook opgevallen dat al die virologen, dat dit eigenlijk dierenartsen zijn? Ja, daar zijn jullie even stil van, hè? De meeste virologen, die hebben dit allemaal geoefend op dieren. Dus wij zijn eigenlijk een soort experiment van de hogere trap voor de virologen die dat geoefend hebben op muizen, op ratten, op weet ik veel wat, schapen, op honden, weet ik veel. En die hebben dan nu zoiets, nou ben ik viroloog, nou kan het ook met mensen. Ik heb daar zelf een beetje mijn twijfels over. Want de virologen die roepen ook de hele tijd. Van ja, we moeten dit. En jullie moeten dat. En jullie moeten zus. En jullie moeten zo. En denken wel omdat het wel eens zo zou kunnen. Dat het die kant op gaat. Tenzij het die kant op gaat. En als einde zeggen al die virologen. Maar zeker weten, dat doen we dus niet. Dus zeker weten,
doen we het niet. Dus wij zijn eigenlijk met z'n allen op zoek naar mensen die het zeker weten. En als ik zeg, mensen, ik weet één ding zeker, dat ik één iemand enorm mis. En dat is een hele goede vriend van mij. Was een goede vriend van mij. We hebben al heel lang niks meer gehoord. Zijn zoon doet het hartstikke leuk. Maar mensen, we gaan even lekker dansen. Voor zij sluit zij, achter zij sluit zij. Maar op 1,5 meter afstand. He, dus het nieuwe stijl dansen is dus dat je op 1,5 meter afstand... Zo. Voor zij sluit zij, achter zij sluit zij. Dus hou die afstand. He, dus dat is van vroeger nog. Van de danslessen had je ook. Dan stond er daar een rij. En dan stond er aan de andere kant een rij. Maar dan deed je de pasjes hetzelfde. Nou, dat wordt dus het nieuwe stijl dansen. Dus dat je niet meer elkaar knuffelt. En dat je zo met die... Dat kan dus niet meer. Dus je houdt 1,5 meter afstand. Nou, we gaan het gewoon proberen in de huiskamer. Dus ga alvast klaarstaan. Knik even naar elkaar. Dat is ook een nieuwe groet. Hè? Geen hand geven. Gewoon, hi. Hi. Nou, dan gaan we een lekker liedje zingen. We gaan even met z'n allen zingen. Komt ie aan, doe maar mee. Ja, mensen. En dan mag het anders worden. Doe maar mee. En Danny van der Nera. Kom je aan. Slaap je al, ik wil er nog wat kwijt. Ik maak je even wakker tot mijn spijt. Ik moet je zeggen dat ik van je hou. Ja, ik meen het. Want alleen is maar alleen. Ja, zeker met die corona. Rook met mij een sigaret. Blijf jij maar liggen in je bed. Ja, je kent toch geen kant op het. Wat ik zeggen wil is kort. Ja, ik meen het. Ben zo blij dat jij hier bent. Ik was jaren vrijgezel. Zat dan alleen in mijn hotel. Want ik wist niet wat het was om verliefd te zijn. Wat moet ik nu nog? Ja, mensen thuis, zing maar mee. Kus me en zeg dat je van me houdt. Ik wilde zilver, maar ik heb nu goud. Ik wil je zeggen dat ik van je hou. Ja, ik meen het. Oh, wat moet ik zonder jou? Je ogen zeggen zoveel tegen mij. Als jij ze opent, dan maak je mij zo blij. Ik moet je zeggen dat ik van je hou. Ja, ik meen het. Oh, wat moet ik zonder jou? Ja, mensen. 1,5 meter afstand, daar komt ie, hè. Roep me maar een sigaret. Blijf jij maar liggen in je bed. Wat ik zeggen wil is kort. Ik meen het. Ben zo blij dat jij hier bent. Je ogen zeggen zoveel tegen mij. Als jij ze opent, dan maak je mij zo blij. Ik wil je zeggen dat ik van je hou. Heerlijk. Wat een sfeertje, mensen. Wat een gezelligheid. Handjes! Ja, goed opletten, hè. Hé, mensen. Ja, het is vrijdag. Het weekend staat weer voor de deur.
Ik hoop dat jullie leuke plannen hebben om lekker thuis dingetjes te doen. Dat is altijd leuk, hè? Lekker thuis gewoon, dat je denkt, nou, weet je wat, dit weekend, weet je wat ik doe? Blijf eens even lekker thuis. Nou, dat doe ik ook al weken, thuis blijven, want ik kan geen kant op natuurlijk. Maar mensen, ik denk wel dat het leuk is dat we met z'n allen wel een beetje voor elkaar zorgen. He, dus kijk ook even naar de buren. Ga gewoon zo af en toe eens even naar elkaar toe en zeg gewoon eens even, hey, hoe gaat het met jou? Moet ik even een boodschapje doen of zo? En probeer elkaar ook een beetje te steunen in deze moeilijke tijd, want we moeten het samen doen. Hè? We moeten het samen doen. Dus, en we moeten een beetje mensen, een beetje liefde. Hoe dat moet, ik vind het best wel ingewikkeld allemaal, de liefde. He, want je mag elkaar dus niet aanraken. Je kan niet even zeggen van, hey, kom eens hier, wat heb je hier lekker? Er zit wat bij je neus. Nee, dat kan allemaal niet meer. Dat is allemaal gebeurd tegenwoordig. Dat je van, oh, er zit wat bij je oor. Dat kan je niet meer. De mensen kan je niet meer aanraken. Dus dat wordt een hele vreemde. Ja, je hebt dan zometeen de dat je dus tegen de Carano. Dat je er dus tegen kent. Het is de tijd. En. Dat je bijvoorbeeld een immuniteitstinder krijgt. Dus dat je dus tindert met iemand waarvan je weet dat die immuniteit hebt. Kijk, dat zou dus mooi zijn. Dus dan heb je dus een app, een Tinder-app, waarbij je zegt van, nou, ik ga een gokje wagen. Ik doe gewoon deze, dit ziet er zo leuk uit. Is niet, die heeft zich niet laten testen, maar weet je wat, kan mij waarschijnlijk gok je het erop. Kan je doen. Maar je kent dan ook een nieuwe Tinder-variant, waarbij je dus weet van, oh, die heeft wat gehad. Die heeft een immuniteit. Heb die opgebouwd. Dus daar durf ik dan wel eventueel een afspraakje mee te maken. Op 1,5 meter afstand. In eerste instantie. Mensen, het is een heel gedoe. Maar het belangrijkste is dat je iemand hebt om van te houden. Komt die aan, zing maar mee! Ja, mensen! We zijn er weer! Wat een gezelligheid! Pak elkaar vast! Doe maar mee met Danny van der Niro! Ja, mensen, het is toch ongelooflijk. We zitten alweer in week 4 van deze karana. We zitten er nog wel een tijd in, hoe mensen. Want ons kabinet heeft gezegd, ja, Van Dissel heeft gezegd. Van ja, jongens, we kunnen niet zomaar alles weer overgooien. Dat moet gefaseerd, dat moet in stukjes. Eerst dit en dan dat en dan zus. Nou mensen, we gaan het wel zien. Maar het belangrijkste, mensen, is dat je iemand hebt om wat te houden. Je familie, je vrienden, iedereen.
Dankjewel. Dankjewel. Handjes. Heel goed. Mensen. Wat leuk al die fotootjes. Ik zit even te kijken. Iedereen die stuurt ontzettende leuke foto's op van hoe ze aan het dansen zijn. Ach, wat leuk hier ook in de... Oh, kijk eens. Ja, hoor, er wordt hier... Hier wordt weer een feest gevierd, hoor. Moet je eens even kijken. Dit is weer... Ja, kijk eens hier. Kijk eens. Je kunt het misschien wel zien. Hier zitten mijn friends. Ja, Judith, wat leuk dat jullie weer kijken. Vorig jaar nog op een verjaardagsfeestje. In een heel klein tuintje met allemaal mensen op elkaar gepakt. En allemaal in de plannen om nezen. En selfies maken. Allemaal binnen 1,5 meter afstand. Hé, mensen, wat mis ik dat toch. Maar wat leuk dat ze weer kijken. Ze zitten er weer voor. Het is een soort vast ritueel voor hun geworden. Hartstikke fijn dat, om te zien. En ik zie hier nog meer berichtjes van mensen die enorm aan het dansen zijn. En aan het springen zijn. En hier zie ik mensen... Oh, kijk eens even. Het gaat hier helemaal los. Nou, mensen, zo zie je maar weer wat een gezelligheid. Iedereen komt hier... Komt natuurlijk op het Facebook en iedereen die stuurt berichtjes en hartjes en duimpjes en handjes. En heel origineel en heel erg gezellig. Mensen, hoe laat hebben we het eigenlijk? Oh, het is alweer bijna 5:30. We gaan zo meteen proberen te schakelen met Nederland. We zitten hier dus in Torremolinos. We gaan zo meteen proberen te schakelen met een plekje bij Kitty in de woonkamer. Of nou, ik heb geen idee. Misschien zit ze wel in een leeg theater waar ze dus... aan het oefenen is, of dat ze vreselijk aan het huilen is, dat het allemaal niet doorgaat. Weet ik niet, we gaan het zo meteen allemaal van haar horen. Tot die tijd kunnen we natuurlijk nog wel even een liedje doen. Eens even kijken, ik kijk op mijn klokkie. Ja, deze werd ook veel aangevraagd. Ik zit even hier te kijken, want dat stond allemaal een beetje, ja, te hard. Dat dacht ik al, dat is natuurlijk... Zo, even kijken of het zo beter is. Dan vraag ik ook even aan jullie... thuis of dat inderdaad of het nu beter is. Ja. Ah, kijk. Nou. Toe. Ja. Beter. Strukken beter zo. Nou, dan gaan we die er ook even in knallen. Want mensen, er moet meer gedanst worden. Iedereen die is natuurlijk met een personal trainer, en fysiotherapeuten die van alles opsturen. Van je moet dit en je moet dat. Mensen, je moet helemaal niks. Je moet het allemaal zelf weten. Doe het op je eigen niveau. Maar een muziekje erbij, dat kan er enorm bij helpen. Dat je denkt van nou, het is wel lekker als ik er ook een beetje bij kan dansen. Hè, dat er dus een beetje dansmuziek bij is. Gaan we even kijken of we dat hebben. Eens even kijken. Even kijken. De rest erbij denken. Zo. Nou, dan gaan we het gewoon doen, mensen. Trek je schoenen aan. We gaan weer dansen. Is iedereen er klaar voor? Iedereen er klaar voor? Iedereen klaar voor? Klaar voor. Handjes. Ja, dan waren jullie te laat, hè. Dat zet ik wel door. Komt die aan, zing maar mee. Well, it's a 1 for the money, 2 for the show, 3 to get ready now, go get going, don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, lay off of my blue suede shoes. You can knock me down, steal my car, drain my liquor from an old through jar. Do one of three, what you wanna do? Honey, lay off of my shoes, and don't you step on my blue suede shoes. Drink my liquor from an old fruit jar. Do on the food that you wanna do. Honey, lay off of my shoes and don't step on my blue suede shoes. Do anything, lay off of my blue suede shoes. Aye.
Dankjewel. Dankjewel, wat een enthousiasme. Wat een gezelligheid. Zo mensen. Ik kijk even weer naar de berichtjes. Oh, iedereen heeft staan dansen. Zweet in de bilnaad lees ik hier. Het is ongelooflijk wat een gezelligheid hier is. Mensen, ik kijk op mijn klokje. Oh, het is alweer bijna half zes mensen. Wat gaat die tijd toch snel. Ik denk dat we even naar het volgende onderwerp moeten. Want we hebben vorige week hebben we het er duidelijk over gehad. De enorme problematiek in de supermarkt. En ik wou nu even een paar kleine dingetjes met jullie bespreken. Ook even in voorbeeldjes wou ik dat gaan doen. Dat heb even wat moeten we even wat dingen voor klaarzetten. Mensen, waar ik het over wil hebben is het nieuwe normaal in de supermarkt. En ik voorzie daar een enorme nieuwe markt voor de standbouwers. De beurzen, standbouwers, decorbouwers, mensen die dus nu ook allemaal thuis zitten. De evenementen zijn afgelast, beurzen zijn afgelast. Maar zou het niet mooi zijn als deze mensen nou in de supermarkt gewoon hun dingetjes gaan opbouwen? Dat er een nieuwe indeling komt van de supermarkt. Want zoals het nu is, mensen, ik ken het jullie op een briefje en ik heb het briefje hier. Kan ik het jullie op een briefje geven, dan gaat de kif uit. Dat is, iedereen komt elkaar tegen, die anderhalve meter, de schermen niet tussen. Mensen staan voor de kassa te wachten terwijl jij er langs moet. Goed, gaan we nu even uitleggen. Ik moet daar even een paar spulletjes voor klaarleggen. We kunnen dat wel even snel proberen te regelen. We gaan eens even de microfoon zetten. We eventjes zo neer dat ik even kijken hoor. Of ik, nou die leg ik dan zo neer. Misschien is dat wel een oplossing zo. Ja. Nou, we gaan eens even kijken of we dat kunnen organiseren. Die even weg. Wat we dus gaan doen, mensen. Ik weet niet of jullie kunnen zien. Dit is een karretje. Karretje. Dit is een Corano-vrij mannetje. Dit is een karretje. Dit is een mannetje. Die gaat winkelen. Heb geen Carano, mag gewoon winkelen. Winkelt ook voor het hele gezin. Niet met het hele gezin in de supermarkt. Alleen het mannetje gaat naar de supermarkt. Hier hebben we nog een mannetje. Mannetje, moeten we nog even een karretje. Hier hebben we nog een karretje. Karretje. Mannetje, karretje. Oké, om het even duidelijk te maken. We hebben dus in de supermarkt, dit is een banaan. Dus nu even een schap, ja? Dus je loopt hier tussen de schappen door. Dit mannetje, die loopt dus hier zo door het gang. En je hebt keurig anderhalve meter afstand, ja? Mannetje, voorste karretje, is wat vergeten. Want hier staan de augurken en hij is al voorbij de augurken. Eigenlijk staat dit mannetje nu bij de augurken. Terwijl dat mannetje nog augurken had moeten hebben. Nou zou je in het normale situatie, zou je gewoon, hoppatee, oh, augurken vergeten. Kijk, het is geen afstand. Hier heb je dus duidelijk geen afstand. Dus dat kan niet meer. Dan zou je eventueel kunnen zeggen, ach meneer, zou u even een stukje achteruit willen rijden, zodat ik even mijn augurken kan pakken. Maar goed, als daarachter ook weer iemand staat, dan moet dus die hele rij naar achteren. Laten we met elkaar afspreken. Mocht je de augurken vergeten, moet je weer helemaal opnieuw beginnen. Want we gaan naar een eenrichtingsverkeereconomie. Eenrichtingsverkeersupermarkteconomie. Dus je kan alleen nog maar één kant op. Mocht je de augurken nou zijn vergeten, dan zegt dit mannetje tegen het andere mannetje, jammer joh, moet je toch weer gewoon het hele stuk nog een keer. Groot voordeel is dat je dus ook dingen meeneemt die je misschien helemaal niet nodig hebt. Kan het gebeuren. Maar dat is dus de oplossing. We gaan naar een eenrichtingsverkeer-economie. Eenrichtingsverkeer-supermarkt-economie. Goed, gaan we nog even één probleempje uitleggen. Ik hoop dat jullie aandacht nog hebben. Ik kijk even naar de aantal likes. Wat zijn de likes? Wat zijn de handjes, de voetjes, de duimpjes? Iedereen nog geïnteresseerd in mijn enorme uitleg van de supermarkt? Goed, mensen. We hebben hier
de kassa. Dit is de band. Dit is de band. Kassa. Nou, die staat de service. Dit is de balie. Maar doe nu even of het de kassa is, ja? Hier staat de kassa. Aan het eind van het gangpad staat de kassa. Dus jij komt aan... Even kijken, hoor. Ja, we hebben hier mensen bij de kassa. Maar je hebt ook het gangpad. En je moet nog wc-papier. En je moet nog handzeep. Dat zit in het gangpad hiernaast. Dus ik loop hier, niets vermoedend met mijn karretje. Staat een rij. Kloten staan een rij voor de klas, ja. Maar ik moet toch naar dat andere gangpad. Hoe doe je dat? Dan loop je er langs. Gaat het al fout hier, hè? Ging dus al fout, hè? Dan gaat er dus een zoomer af, dat je dus te dicht bij iemand bent. Met bluetooth. Gaat met bluetooth. Ja, dus dan krijg je zelf een signaal, je bent te dichtbij. Dus, hoe lossen we dit nu op? Die rij voor de kassa, daar kun je niet langs. Dus, we moeten of het volgende doen, of de paden moeten breder, dus dat je met een 1,5 meter afstand, zo, het hoekje om, naar de volgende gangpad kan. Of, en dat is ook een hele slimme opmerking, die heb ik eigenlijk kort geleden via heb ik die ontdekt. Dat is de viaduct, de supermarkt viaduct. Dus je hebt nu, we moeten naartoe dat we dus de decorbouwers dus een viaduct bouwen over de rij van de kassa heen. Dus stel dat je dus naar het andere gangpad moet, dan kun je dus via een viaduct naar de andere kant over de groep heen. Zult u misschien denken, ja, maar als je dan hier hoest, stel dat je hier staat. Dan heeft dit mannetje, als hij net even zijn neus in de lucht steekt, van, oh, wat ruikt het hier lekker, dat is een vers gebakken brood in Albert Heijn. Oh, die doet net zijn neus omhoog, terwijl ik daar zit te hoesten. Ja, dan heb je dus Carano-kansen. Dus er moet dus een viaduct zijn met hoge schermen. Dus dat je er niet overheen kan hoesten. Ja, goed, ik hoop dat dit een goede uitleg is geweest. Geef even een teken van een duimpje omhoog van, ja, Danny. Ik denk dat dat een goede oplossing is. Duimpje naar beneden van nee, ik heb een veel beter idee. Mag ook. Of ben je zelf standbouwer, decorbouwer of ben je beursbouwer en je hebt een veel betere oplossing voor dit enorme probleem. Dan is dat in ieder geval, hopen we dat we op Leeuwarden Friesland 2028 jullie even of een chatbericht sturen of een persoonlijk berichtje naar danny@dannypanadero.nl of naar Leeuwarden Friesland 2028. Mag ook. Dat jullie daar even een berichtje naartoe sturen wat jullie oplossing is voor dit enorme lastige probleem. Goed, volgende week meer over de supermarkt. We gaan nou eens even kijken. We leggen dit allemaal even aan de kant. Huppatee. Ik neem de banaantjes weer terug. Huppatee. Want we gaan nu eens even proberen mensen of we kunnen schakelen. Of we kunnen schakelen met het prachtige Leeuwarden. Want we staan dus ook in de Facebookpagina van Leeuwarden. Ja, nou, er wordt van alles klaargezet. Oh, ja. Ja, dan doe ik er nog eentje. Dan doe ik er nog eentje, ja, oké. Okay. Ja, nee, we hebben nog niet goed bereikt. Ja, nou, ja, precies. Oké, okay. Nou, er wordt overlegd. Er is een complete... er moet even geschakeld worden via Skype, Zoom en met andere media. Dus we gaan nu even kijken of we dat kunnen doen. Doe er nog eentje, kan mij het schelen, want we zijn er nou toch. Mensen, op vele verzoek, en ik denk dat iedereen het wel weet, de Toyota Corona is nog steeds niet verkocht. Dus mocht iemand nog belangstelling hebben voor een autootje die boven de 100 kilometer een beetje begint te hoesten, motorisch, en waar geen APK op zit. Dus je hebt garantie tot aan de voordeur, maar voor €350 mag je ook niet meer verwachten. Het is een hartstikke mooie Toyota Corona. En 4 deurs met de hatchback. En er zit een autoradio in met cassettedek. En op het bandje, en dat krijg je er gratis bij, op het bandje staat het volgende nummertje. Zing maar mee. Zoek je nog een karretje? Heel simpel, niet te duur. Wat je wint.
is autopalais. Ja, 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 ja. Mensen, zing maar mee. Geen mens gelukkig van, dat kost je poen en tijd. Hoezo bova garantie of een servicepakket? Danny heeft er zo een nieuwe motor in gezet. 1, 2, 3, dus kom! Maar Danny's autopaleis. Danny's autopaleis. Auto's voor een mooie pra- allemaal! Handgeschakeld, automaat. 10 jaar oud, op een nieuwe stad. Het maakt niet uit, dus wees goed wijs. En kom naar Danny's autopaleis. Allemaal thuis, doe maar mee! En kom naar Danny's autopaleis. Auto's. Wat een sfeertje. Goed mensen, ik kijk op mijn Rolex. Oh mensen, we hebben nog heel weinig tijd. We gaan proberen te schakelen met Nederland. Nederland, Friesland wel te verstaan. Leeuwarden. Kan u me horen? Kan u me horen? Hallo? 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 Ik hoor... Hallo? Ja, ik hoor wat. Ja, ik hoor ook wat. Ik hoor ook wat. Dit is toch leuk? Kitty, kun je me horen? Ik kan je wel horen, ja. Kun je me verstaan ook? Ja. Ja, je kunt me verstaan? Ja. Hartstikke fijn. Zeg Kitty, wat ontzettend leuk om jou hier in mijn livestream te hebben. Ja, jij bent cabaret. Je doet dingen met cabaret. Ja, heel goed. Ja, zeker. Vertel eens wat over jezelf. Want ik ken jou al een tijdje, maar de mensen thuis kennen jou helemaal niet. We hebben elkaar lang niet gezien, hè? Nee, we hebben elkaar heel lang niet gezien. Ik heb nou speciaal voor jou even deze bril opgezet. Oh, wat een mooie. Oh, ik zie het nu. Wat leuk. Wat een prachtige goed, bril is ik dat. Ik ga hem niet meer afzetten, goed? Wat een vette bril. Ja, je mag hem afzetten. Je mag hem ophouden wat jij wil. Ja, anders kennen we de mensen me straks nog niet, weet je wel? Nee, precies. Je moet inderdaad... zet hem maar even af. Kijken hoe het er dan uitziet. Dan schakelen we er even terug. En eens even kijken... Oh ja, dat ziet er ook heel leuk uit hoor. Ja toch? Ja, vind ik hartstikke leuk. Maar Kitty, vertel eens even, wie ben je, wat doe je, wat heb je gedaan? Vertel eens wat over jezelf. Nou ja, ik ben dus Kitty Goemaat. Ja. En ik won in 2014 het Leeuwarden Cabaret Festival. Zo. Weet je het nog? Ja, ik weet het nog. Was er bijna bij. Ja, en toen heb ik heel wat jaren gewoon overal in elk buurthuis en kantine opgetreden. En nu... ben ik dus halve finalist bij het Amsterdamse Kleinkunstfestival. Het grote Amsterdamse Kleinkunstfestival. En daar ben jij dus halve finalist. Zeker. Het is toch ongelooflijk, mensen. Ongelooflijk, mensen. Dames en heren, geef een applaus, Kitty Goemaat. Kitty Goemaat. En je hebt een prachtige mooie voorstelling gemaakt. Dat weet ik toevallig. Waar gaat die voorstelling precies over? Oh, joh. Die voorstelling die gaat over de scheiding van mijn ouders. En hoe ik daar als volwassene nog steeds tegenaan loop. Ach, kind. Het is toch wat? Ja. Ja. Kun je beter Carano krijgen? Oh, nee, dat lijkt me sterk. Nou. Dat lijkt me sterk. Nee, want dat heb je natuurlijk ook. Want je hebt nu ook de Coco-ouderschap. Ken je dat? De wat? Coco-ouderschap.
Is dat... Nee? Nog ja. niet. Nee, ja? De corona-co-ouderschap. Ja, precies. Dat zijn mensen die al 2,5 jaar uit elkaar zijn, maar vanwege de kinderen gaan ze weer samenwonen. Serieus? De corona-co-ouderschap. Ja, want het is veel te ingewikkeld voor die kinderen met andere kinderen en gedoe. En de tweede leg en achtste leg. En dan de kleintjes en die mogen dan weer niet in contact komen met die anderen, met die oud. Ja, ja, ja. Dus dan ja, gaan ja, die ja. mensen denken, weet je wat? Het is niet anders. Ga jij boven wonen, ik beneden. Huppatee, allemaal weer in hetzelfde huis. De corona... Nou, dat is best een goed idee, toch? Dat is een fantastisch idee. Dat moeten we ook na de corona gewoon doen. Maar je hebt, ik zie dat jij ook prachtig mooie piano mee hebt genomen. Zou je misschien wat uit je voorstelling willen gaan ja, zien? Ja, dat wil ik best doen. Ik ja? Oké. Wat wil je liedjes over de ouderen waar we trots op moeten zijn? Of moeten we... Wat? Of willen we liedjes over andere dingen? Nou, het lijkt mij wel leuk om iets te doen over dingen die je enorm bezighouden. Maar echt gewoon een mooi liedje. Heb je een mooi liedje? Ik heb zeker een mooi liedje. Doe je mee? Of zal ik eerst even... Wat voor... Nou, doe eerst eens een ander liedje. Eerst een ander liedje. Ja, dan ga ik eens even kijken of ik mee kan doen. Ja, maar misschien heb je wel een leuk smoelschijfje liggen ergens. Ja, heb ik vast. Oh, dat past er wel in. Dit liedje of het liedje daarna? Zullen we het liedje daarna doen? Het liedje daarna gaan we doen. Dat is misschien wel leuk. Lieve Kitty, is het allemaal goed thuis te horen? Geen idee, ik weet niet. Doe eens wat. Moeten we even de mensen vragen. Jij kan dat beter... Oh, mooi, mooi. Dames en heren. We hebben een speciale verbinding hier in de livestream van Danny Panadero. En ik vind het een grote eer om haar te mogen aankondigen. Helaas, zij zit niet meer in de theaters. Maar mag ik van u een groot applaus thuis van de grootste ontdekking van Nederland. Maar ja, dat doe je nog even. Zij doet mee in de halve finale van de Amsterdamse Kleinkunstenfestival. Hier is Kitty Goemaat. Je wordt slechter, lieve opa. Daarom ga ik regelmatig naar je toe. En als het laat wordt, blijf ik ook logeren. Want om naar huis te gaan, ben ik dan te moe. En het geeft mij een fijn gevoel. Want je vergeet de laatste tijd een heleboel. Oh, boel. Knippen we eruit, toch? Maar meestal zijn er namen op de weg terug naar huis. Maar je vergat die dag je kleren. Dus ik keek rechtstreeks in je kruis. En ik wil niet de piemel van mijn opa zien. 'S morgens bij het ontbijt. Naast mijn eitje, mijn croissantje en mijn appelsien zat hij met zijn beentjes wijd. Dus ik bekijk voor het gemak maar even het plafond, omdat dit uitzicht niet mijn voorkeur heeft. Maar op mijn netvlies blijft het beeld staan van die champignon. En ik hou wel van mijn opa, maar op dit soort momenten hoop ik dat hij niet zo lang meer leeft. Ik kijk nu anders naar de vlekken in zijn stoel en besef dat opa ooit zal sterven. En dan denk ik met een beetje schuldgevoel dat ik niets van dit meubilair wil erven. En soms zie ik dat hij het zelf ook weet. Dan zie ik schaamte in zijn ogen staan, door de ouderdom volledig uitgekleed. Van zijn trots en zijn waardigheid ontdaan. Maar nee, ik wil niet de piemel van mijn opa zien. Hij heeft er koffie op gemorst. Morst? Dus uit de melk en de kaas en de margarine hangt nu dus ook een droge worst. Dus ik bekijk voor het gemak maar even het
het plafond, omdat dit uitzicht niet mijn voorkeur heeft. Maar op mijn netvlies blijft het beeld staan van die champignon. En ik hou wel van mijn opa, maar op dit soort momenten hoop ik dat zijn hart het snel begeeft. Ik dacht, ik zing een lied over de ouderen. Ja, dat is wel heel toepasselijk. Ja, ja, heel toepasselijk. Kindje. Vond ik ook. Wat een mooi liedje, zeg. Wat een prachtig origineel liedje. Ja. Maar je hebt nog een heel mooi liedje, heb ik begrepen. Jazeker. Ja, zouden nog een paar doen. Het volgende liedje. En wat ga je voor het volgende liedje doen? Waar gaat het over? Mijn voorstelling gaat dus over die scheiding van die ouders. En ik heb niet alleen maar. Ik vertel niet alleen maar de ellendigheid over mezelf, maar ik heb het thema een beetje breder getrokken. Dus ik heb een liedje geschreven over een meisje waarvan haar ouders ook gaan scheiden. Dat is een beetje... ja. Ja, het is wel kleinkunst in mensen, dus het is iets minder dansen, dat moet ik toegeven. Ja, maar het is een beetje gevoeligheid in deze tijd, mag ook best ja, wel. Ja, ik dacht kippie, een beetje hè? Dynamiek in een deze... Een beetje dynamiek en een mooie tekst en zo. Je schrijft alles zelf. Jazeker. Ja, wat fantastisch. Ja. Nou, mij nam mijn hart, want ik mag ook altijd zelf wat schrijven. Ja, jij schrijft ook altijd alles graag zelf. Ja, alles wil ik niet zeggen, ja. Maar als Danny het niet zingt, dan wil jij het niet horen, zeg ik altijd maar. Ja, hè? Ja. Kitty, je had een leuk liedje. Eens even kijken of we daar een smoelschuifje bij hebben. Ja, leuk. Zullen we eens proberen? Ik doe gewoon een intro, dan kan je even oefenen. Ja, ik oefen wel even. Ja. Oké. Okay. Vond je idee van de supermarkt trouwens wel erg goed, Danny? Ja, dat is een goed idee. Ja, die brug. Ja. Ja, die brug, ja, daar moeten we over nadenken. Dat ja. moet, dat, maar dat komt nog. Ja, zal ik nog een rondje doen? Oh, heel mooi. Werd geboren, was Bob al lang van de partij. De grote blonde labrador week geen moment meer van haar zij. Hij lag steeds weer bij haar wiegje en hij bleef altijd alert. Ze kon altijd op hem rekenen, ook toen ze ouder werd. Ze gingen samen op avontuur, hij was haar beste vriend. Door Bob kreeg de pestkop precies wat hij had verdiend. En hoe zwaar het leven ook kon zijn, Bob was altijd warm en zacht. En als ze 's avonds slapen moest, hield hij over haar de wacht. En ook nu Julia haar ouders vertellen dat het niet meer gaat. Hun huwelijk nu ten einde is, staat Bob voor haar paraat. Maar ineens is alles anders en niets gaat meer subtiel. Er wordt niet eens meer overlegd, Bob moet naar het asiel. Het wordt Julia wel uitgelegd, er is geen tijd meer voor een hond. Want mama moet meer werken nu, anders komen we niet rond. En zo laten ze hem achter in een kennel koud en kil. En Bob is al op leeftijd, er is vast niemand die hem wil. Het is al bijna donker en buiten is het koud. Maar Julia is nog niet thuis, moeder krijgt het wat benauwd. Want ze was ook kwaad vertrokken, moeder gaf haar even tijd. Maar langzaam komt nu het besef, Julia is kwijt. Door het hele dorp wordt meegezocht naar het arme kind. En er wordt een groot bedrag beloofd aan degene die haar vindt. En dan wordt ze ook gevonden, wel pas midden in de nacht. Daar ligt ze in de kennel warm. Gehouden door Bob zijn vacht. Au, au. Oeh.
wat een mooi liedje. Ja. Kitty, even een applaus hier, dames en heren. Mooi liedje, zeg. Je was zo hard dat ik mezelf niet eens hoorde. Oh, ja. Dus ja. Maar het klonk fantastisch, hoor. Ja. Hier klonk het goed in ieder geval. Ja, leuk. Ja. Ga je mee op toeren, denk ik? Ja, je kan zo mee. Ja, hartstikke gezellig. Kitty, volgens mij kunnen we er nog wel eentje doen, dacht ik. Ja, zeker. Maar dat is wel een hele bijzondere, toch? Ja, dat is zeker. Ga je hem weer op piano doen? Nee, hoor, dat hebben we nou gehad, toch? Ja, doen we wat anders? We doen wat anders. Dames en heren, we gaan even de hit van Kitty gaan we even doen. Dan moeten we even wat over omschakelen. Ja. Moeten we even wat dingetjes. Moet ik ook iets doen? Nou, je hoeft in principe niks te doen. Je mag. Kan ik ondertussen een banaan eten, Danny? Oh, wil je een banaantje? Ja, jij hebt het over die bananen. Ik zag het zo lekker uit. Wil je een banaantje? Ja. Eens kijken of we dat telepathisch over kunnen gooien. Ja, dat gaan we proberen. Ja? Ja. Vanuit Tormolinos proberen we hier in één keer die bananen te gooien. Ja? Oké, okay, ja. Kan even duren. Zit een de vertraging zit erin. Ja, dat is Frankrijk. Ja, is dat. Ja komt ie. In België. Ah! Ze heeft hem gewoon. Het is ongelooflijk. Ja, ongelooflijk. Lekker banaantje. Ja, mag ga je hem nu eten? Ja, nee. Laat. Dan neem ik er ook een keer maar. Je schelen mensen. Dames en heren, is niks leukers dan op televisie of op livestream. Oh, het moet andersom, begrijp ik. Ja, dat doen de apen ook. En de meeste virologen die hebben daarvoor gestudeerd, want die doen alles met dieren. En het is veel handiger om het andersom te doen. Kijk, nou banaan eten, dat kan doen het altijd bij dat stieltje. Hartstikke onhandig. Dan breekt hij in tweeën. Dan gaat die hele banaan. En zeker als het een oude banaan is. Je moet gewoon bij het puntje, de andere kant, dan openbreken. Ja. Dat is veel handiger. Dan hou je hier een stieltje over. Dat heb ik van de apen geleerd. De virologen weten dat ook alle jaren. Nou, smakelijk eten, Kitty. Proost. Oh. Vertel eens. Ik dacht, ik eet een banaan zodat dat jij zo kan zorgen dat ik muziek krijg. Ja, krijg jij dat je niet spuurt? Oh, dan ga ik maar een smile. Maar Kitty, vertel even. Ja? Al die voorstellingen van jou zijn natuurlijk ook allemaal afgelast, hè? Ja. Wat een drama, hè? Ja, echt verschrikkelijk. En je zat net lekker in. Ik stond net op het punt om beroemd te worden. Om beroemd te worden, je zat op een radio. Om ontdekt te worden. Radio 5 heb ik het nog. Ja, de Radio 5, dat was ook laatst. Fantastisch talent komt er toch uit Leeuwarden. Ja. Mensen, oh, we kijken even op mijn klokje. We zijn alweer bijna 6 uur. Kitty, ik denk dat we gewoon erin moeten knallen, hoor. Ik laat die banaan in. Dit... Vind je het goed als ik een beetje mee dans? Ja, tuurlijk. Vind je het leuk? Iedereen moet dansen, maar iedereen moet ook naar de tekst luisteren, want het is echt een tip. Oh, dat is een tip. Ja. Dames en heren, dit is een... Jou, iets minder nou, het is niet alleen een tip, maar het is ook gewoon een hit, dames en heren. Want het is Kitty Danisha, Kitty Goemaat uit het prachtige stad Leeuwarden. Het grootste talent. Zij staat in de halve finale van het Amsterdamse Kleinkunstfestival. Ja. En hier komt ze aan met die fantastische hit. Komt die aan, doe maar mee. Het is heel gek zonder publiek, maar ik vind het leuk. Ja. Kom op, Kitty. Oh, dank je, Danny. Je moet wel een beetje meedoen hier en daar. Kom. Jij bent de enige die ik hoor. Komt je aan. Laat je niet verleiden. Probeer de liefde te vermijden. Voordat je de ware vindt, neem nooit een kind. Dus ga niet samen wonen, want er komen de hormonen. Voor je het weet wil je een kind. Je weet niet waar je aan begint. Neem nooit een kind. Okay. Neem een spiraaltje dan. Of slik gewoon de pil. Want een kind is dus echt niet wat je wil. Ik ben bang, dus kom niet aan mijn ei. Recht je leven is voorbij. Lieve, slaaproos nachten, sta je lachend op te wachten. En je wordt niet meer bemind, neem nooit een kind. Je borsten die gaan hangen, maar je kan ze niet vervangen. Wat je man echt lelijk vindt. Maar ja, dat geld gaat naar je kind, neem nooit een kind. Weg is al je broekoe. Neem een spiraaltje dan, of slik gewoon een pil. Want een kind is dus echt niet wat je wil. Ik ben bang, dus kom niet aan mijn ei. Echt je leven is voorbij. De liefde zal eronder lijden, maar je kan dan niet meer scheiden. Het gaat ten koste van je kind. Dus denk goed na voor je je bindt. En houd jezelf in toom. Gebruik toch een condoom. En neem een hond. Waf, waf, waf. Ja, waf, waf, waf. Ja, waf, waf, waf. Ja, waf, waf, waf. Je
waf, yeah, waf. Ik voel een duetje aankomen, denk ik. Kitty Danisha. Hoor je dat applaus? Echt. Oh. Wauw, mensen. Wat een timing, wat geweldig. Oh, wat gaan we doen? Ja, dat gaat vanzelf allemaal door. Lieve Kitty, wat ontzettend fijn dat jij... dat je even in de stream wou zijn... Ja. Het ging hartstikke goed, de schakeling ging ook goed. Het liep ook allemaal gesmeerd. Het liep ongelooflijk. Het liep gelijk. Dus hartstikke goed ook. Maar ik wou eigenlijk afsluiten met een nummertje wat ik al menige keer heb gezongen. Oh jee. En wat voor mensen eigenlijk een soort steun is. Een soort hart onder de riem. Mensen die hebben echt zoiets aan Dinnie. Doe daar wat mee. We willen dat graag eigenlijk elke keer willen we dat van jou horen. Nou... Wie ben ik om dan te zeggen van, nee, bekijk het maar. Dat begin ik niet aan. Nee. Heb je de tekst dan? Ik heb een tekst. De tekst, je mag gewoon meezingen. Oh. En ik heb geen idee of je het kent. Nee, het is een oude meuk, maar het is wel een mooi liedje. En ik denk dat we hem zo mee kunnen zingen. Ja, even kijken of hij er al voor staat. Nee, en dan gaat hij nu erin komen. Voor degene die zit in quarantaine, voor degene die zegt dat het allemaal wel meevalt, voor degene in een verpleeghuis achter glas, moet nu weten, we zijn allemaal samen. We zijn samen, Kitty. Ja, fijn. Maar je voelt ook eens samen, ondanks die enorme afstand. Ja, die enorme afstand. Voor degene in de zorg op de IC, voor degene zonder papier op de wc. Oh. Voor degene in een flatje, drie hoog achter. Ja. Moet nu weten, we doen het allemaal samen. Oké, Kitty, zing maar mee. Komt ie aan. Zing, vecht, huil, bid, lach en werk en bewonder. Zing, vecht, huil, bid, lach en werk en bewonder. Zing, vecht, huil, bid, lach en werk en bewonder. Zonder tuin en zonder zwembad, heb je wel, hè? Heb ik, ja. Voor degene die nu vecht voor zijn leven. Voor degene die geslaagd is zonder examen. Moet nu weten, we doen het allemaal samen. Voor degene die het allemaal zo af en toe wat te veel wordt. Voor degene die zijn kinderen les moet geven. Voor degene die staat op anderhalve meter afstand. Moet nu weten, we doen het allemaal samen. Mensen, Kitty, we doen het samen. Ja. Komt ie aan. Zing, vecht, huil, bid, lach en werk en bewonder. Ik zeg, zing, vecht, huil, bid, lach, werk thuis en bewonder. Dagen legt te hoesten. Voor degene die al tijden geen bezoek heeft. Voor degene die niemand wil. Moet u weten, we doen het allemaal samen.
Komt die aan, hè? Zing, vecht, huil, bid, lach, werk. Gevoelig, hè? Ja. Oh, ja, bestel maar thuisbezorgd.nl. Goed, nee mensen, je kunt beter rechtstreeks hebben die mensen, want die hebben het huis nodig, want dan moeten ze weer... Nou goed, heel verhaal. Lieve mensen, ik kijk op mijn Rolex en op mijn Breitling. Mensen, we zijn alweer langer dan een uur aan het streamen. Het zit er weer op. Lieve Kitje, Kitty. Hoe noem je mij? Kitty Danisha. Kitty Danisha. Dames en heren, Kitty Danisha. Mag ik nog een groot applaus voor jullie thuis? Ja. Hartstikke fijn, lieve Kitty. Leuk dat je er was. Prachtige liedjes. Mensen, en ze vlogt ook, hè? Dus jullie kunnen gewoon elke week, is het Kitty? Zeker, elke week, ja. Ik ging vloggen omdat ik het festival ging doen. Maar ja, dat is nu allemaal een beetje anders. Dus ik probeer elke week een vlog te maken, maar soms geef ik ook ineens... Hardlooptips. Ja, heb ik gevolgd. Heel goed. Ja, wat was de beste tip? Dus even een. De beste tip was dat je het. Heb het niet gezien, hè? Nou, dat je niet moet. Nou, de beste tip vond ik dat je het zo ver moet laten gaan totdat je aan kunt. Niet eroverheen. Ja, sport altijd onder je niveau. Onder je niveau, ja. Dat was goed, het. Je hebt het dus toch gezien. Tuurlijk zie ik. Ja, ik kijk alles van je, lieve schat. Ik hou je in de gaten. Ik hou je in de gaten. Daarom was je ook in mijn livestream. Ja, leuk. Dames dankjewel. En heren, groot talent uit Leeuwarden. Hier in de livestream van Danny Panadero vanuit Tormolino. Mensen, ik vond het weer hartstikke fijn dat jullie keken. Ik wens jullie volgende week horen we weer meer van onze minister-president Jaap van Dissel. Van onze persvoorlichter, van Mark Rutte. Dus dan weten we wat we verder nog wel mogen, niet mogen. Ik zou zeggen, volgende week vrijdag sowieso weer hier livestream via Leeuwarden Friesland 2028 op Facebook. Dus volgende week zijn we er weer met nieuwe gasten. Lieve mensen, dit was Danny Panadero, live vanuit Tormolinos. Ik vond het fantastisch om hier te zijn bij Hully in de uitzending. En ik kijk of de helikopter al bijna aan het opstijgen is. Oh jee, dan moet ik natuurlijk wel op tijd instappen, want anders dan gaat het niet goed. Oh, lieve mensen, voor iedereen thuis, hou je taai. Goed weekend. Geef elkaar, als het familie is, een knuffel. Hou elkaar vast. En anders op afstand. Hou die afstand nog even vast, lieve mensen. Dit was Danny Panadero. Handjes wassen en tot.